aarde is aan het veranderen en wij zijn een deel van de aarde. Wij vinden onszelf redelijk superieur aan heel veel, maar we zijn niks anders dan een stel mieren op de aarde. En als de aarde een levende vorm heeft of een veranderende vorm en wij willen niet veranderen, dan gaat het uiteindelijk een keer botsen. En voor mij is het dus de aarde verandert waardoor ik verander en als ik daarin meega, gaat het alleen sneller. Hetgeen wat wij niet hebben. En het seizoen is over, dus zo ongelooflijk veel hebben we niet. We hebben een hoop ingevroren. Helemaal natuurlijk, dan moet je op dit moment heel veel geld hebben en heel veel mankracht. En daar werk je naartoe. Dat is het niet zo 1, 2, 3. En wij zitten in ons eerste half jaar op het land, waarin wij dus eigenlijk echt alles uitproberen. Dus we hebben nog niet eens het eerste jaar helemaal afgemaakt waarin we bewust zijn van wat het weer, de omgeving, wat alles doet, wat we ermee kunnen. Dit zijn de kleintjes die wij normaal hadden. Vraag me af hoe ze die hebben bewaard. Tu tienes patata roja. Sí. Op mijn reis heb ik een dame in Santiago ontmoet. En dat is de jongste dochter van de familie. Die is een beetje mijn tourguide door Galicia geweest. En uiteindelijk, nou ja, je vertelt natuurlijk over al je ideeën. Wat je in het leven wil doen en wat je wil neerzetten. En toen zei zij van, nou, mijn vader heeft een waanzinnig stuk land. En ik denk dat hij dat wel graag wil. Agustin! Buenos días, amigo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo digo? ¿Qué? Bien. De puta madre. De puta madre. Sí. Sabía ahora. Cuando tú entraste el primer día en Moreira, preguntando el lenguaje de artista, yo preguntaba: este hombre está loco, no sabe lo que se va a meter. Esto es imposible. Ahora veo que la cosa va bastante bien, que va por buen camino, pero muy difícil todavía. Nou, dit is het stuk land. Ja, je ziet daar de toilet al. Dat is het oude brokken toilet die we voor de komende 2 jaar hebben gemaakt, zodat we volgend jaar kunnen kamperen. Hetzelfde als de douche. Die zal ook volgend jaar over 2 jaar afbrokkelen. Maar ja. Wij zijn een zo zelfvoorzienend mogelijk, zo ecologisch mogelijk bedrijf. Dat in de zomer toeristen de kans geeft om zelfvoorzienend leven te ervaren. Waarmee wij inkomsten genereren. Met die inkomsten zetten we ook weer zoveel mogelijk artiesten die in de natuur willen leven. In de natuur, zo zelfvoorzienend mogelijk. Zodat zij hun hart kunnen volgen zonder al de extreme uitgaven aan de basis. Agustin leert mij heel veel over het standaard leven wat je leidt, eigenlijk als boer om het zo maar te zeggen, of als werker op het land. We zijn hier aan het werk aan de waterweg. Hola. En Shabi is mijn broer, dat is een MacGyver. Dat is een, die weet eigenlijk overal een oplossing voor. In met zijn handen werken, zeg maar, die kan alles fixen. In het eerste moment, mijn idee. Fue un poco una fantasía, pero también una realidad, abriendo una puerta a otra forma de vida y que es posible.
hier naartoe gekomen. Ik kende de familie niet, ik kende geen Spaans. Ik weet niet hoe je op het land moet werken, ik weet niet hoe je iets moet bouwen. En ik begon gewoon. En dan kom je achter zoveel dingen. Dat jij uit een wereld komt waarbij je zoveel dingen begrijpt. Stapt in een wereld waar je helemaal niks meer begrijpt. Dat is hard vallen. En dat volhouden. Bente City Ayers. Bente City Ayers. Ik geloof dat 80% van de wereld niet normaal te eten heeft. Moet er knijterhard voor vechten. Terwijl er, ik heb nu in mijn eentje hier gecultiveerd. En dan heb je zoveel over. Terwijl ik helemaal niet zo heel veel heb gedaan. Dus het slaat helemaal nergens op. En dat weet iedereen diep van binnen. Dus het werkt gewoon niet meer. Dat zie je overal. Alleen dan moet je wel durven kijken.